ik ben er weer. Het is vandaag weer maandag en we leven op 8 juli om 10:55. Zometeen kan Jack van Cirelo komen. Ik krijg vanmiddag nog een visite van een vrouwtje die ik van de kerk ken. En Astrid die komt natuurlijk, dus ja, er komt niet veel aan vloggen toe. Maar wat er kan toekomen, dat vlog ik simpel dat. Vrouwen staat te eten, Ewen staat te eten, Kandolf is in de hal. Ik ga een bakje koffie maken en een broodje voor mezelf. En er staan afwas, maar die laat ik mooi even staan tot ik de visite weg is. En dan gaat het in de water klaar, geen haan die erom kraait. Het is vreemd weer, het is nu prachtig mooi weer, maar we hebben ook al regen gehad. Ja, en we hebben het zelfs zo gehad. Daar bij de keukenkant regende het en daar was het droog. Ja, net de scheidingslijn misschien hierboven, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik vind zulke soorten natuurverschijnselen altijd mysterieus. Ja, vind ik wel grappig. Maar oké, ik moet ook vrolijk in de gaten houden, want die is zonder kap. En ik ga verder aan de gang en ik zou zeggen, geniet van je dag. Doe wat je niet laten kan. Maar wees wel lief voor elkaar. Doei! Ja, lieve vrienden. Het is alweer even zien. 15:52. En nog steeds ook op maandag 8 juli. Er is alweer heel veel gedaan en gebeurd. En ook weer niks. Ik ben wel aan het werk, maar op mijn kont. Ja, ik heb net wel het heen en weer gelopen. Want ik ben bezig de vriezer uit de schuur leeg te krijgen en deze te vullen. Die is nou lekker vol. Ja, en, maar ja, ook daar zitten nog vissenkoppen in. Die heeft Karin meegenomen voor vegen Frodo. Weet niet of mijn hondje er gek mee zal zijn, maar oké. En er zit nog wat in en ik weet niet wat dat is. Moet ik een foto van maken en naar Karin toesturen van wat is dit. Heb ik ook van Karin gehad, dus ja. Maar in ieder geval, ik ben ook aan het renderen. Ik ben ook bezig filmpjes naar YouTube te brengen. Ik heb visite gehad. Astrid, die is alweer ook weg. Die is ook geweest. Ja, dat noem ik geen visite meer. Dat is inboedel. Ja, maar daarvoor had ik andere visite. En die was hier nog dat Astrid kwam. Maar ja, de ene ging net weg en de andere kwam binnen. Dus ja, ze hebben elkaar nog even voor kunnen stellen. En voor de rest klaar. Want ze konden elkaar niet. Nou ja, hoeft ook niet. En, maar in ieder geval, Astrid, de kopje die staat er nog wel. Dat is dit kopje. Een vierkant kopje. Ja, vierkant. Ja, ook wel een beetje rond. Maar het schoteltje is ook vierkant. Ja. Dus dan kan vanavond de afwas in. Nou zit ik te bedenken, wat zal ik vanavond even eten. Ik heb een worstje in de soepan, dus die wordt sowieso burgemeester gemaakt. En ik denk dat ik er gewoon even makkelijk een noedels erbij maak, simpel zat. En voor de rest hoef ik niet, nee. Vanmorgen heb ik wist ook niet dat ik dat nog had, een pakje kant-en-klare maaltijd. Ik zat in de vriezer, dus die heb ik eruit gezet in de koelkast, die kan ik morgen eten. Dus vanmorgen heb ik het ook al klaar. Astrid die wil vrijdag weer stamppot andijvie. Maar op een andere manier. Ja. Ik moet naar de winkel. Champignonnetjes halen. Schipeltjes. Ik ga de bal gaan verkopen. Nee, ja, niet in de koelkast. Weer kijken. Even koekeloo. Ja, dan ga ik er nog twee in leggen. Dus ik mag er nog wel even wat mee. Schippeltjes erbij halen. Schippeltjes zei ik. Wat zei ik nou meer? Champignonnetjes. Rookworst. Spekjes heb ik. Ananas. Dat ga ik allemaal bakken. Dan die andijvie er doorheen. En dan door de aardappelpuree. Yummy, lekker. Ja, dat ga ik klaarmaken. En dat maak ik dus weer een dag van tevoren klaar.
En dat, ja, dan zet ik jullie er gewoon bij. Dan laat ik het jullie af en toe zien. Ja, dat lijkt me wel eens leuk weer. Ja, dan zien we wel. Want ja, vrijdag kom je niet weer aan de vloggen toe. Want dan is ze er weer. Maar ze bekijkt het maar. Ja, toch? Ze weet dat ik vlog. En dat ze er niet van houdt. Ja, is haar probleem. Niet die van mij. Maar in ieder geval, dat gaan we eten. Vrijdag. Dus... Men neemt een paar sippeltjes, oftewel, hoe heet die dingen? Uien, rookworst, spekkies, champignonnetjes en ananas. Dat ga je bakken. Natuurlijk wel van die ananas het vocht afschenken of je moet verse ananas gebruiken. Ik niet. Ik heb het geprobeerd. Ik had wat van Karin gekregen, zo'n emmetje. Nee hoor, ik vind het niet lekker. Nee, geef mij maar gewoon ananas wat er schoon is en wat er op sap staat. Dat vind ik veel lekkerder. Ananas, ze had die ananas wel schoon, maar het staat niet op sap. Het is verse ananas. Nee. Dat lust ik toch niet, nee. Wel gewoon ananas uit blik, dat lust ik wel. Dat vind ik heerlijk. En dan kun je het bakken, vocht eraf schenken, bakken. Ik doe natuurlijk wel kruiden erop, zoals peper en paprika poeder en currypoeder, dat doe ik erop. En een lekker roerbakken met alles erbij en dan die andijvie erbij. Nou, ik heb een heleboel andijvie opgehaald, dat hoef ik ook niet te kopen. Spekjes heb ik genoeg, ik moet dus enkel nog ananas halen. Champignonnetjes halen, sippeltjes halen en een rookworst halen. Vier dingetjes. Klaar. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga hier ook verder. Die is bijna klaar, kennen jullie naar YouTube. Ik moet Frodo even verzorgen, dus ik heb het ook nog het een en ander te doen. En ik wil nog een bakje koffie, want ik heb dorst. En dan ga ik de volgende weer in elkaar zetten. Dan heb ik er vandaag weer een aantal kinken naar YouTube brengen. Na de volgende, dan hou ik daarmee op. Ga ik een plaatje maken van Facebook. Dus ook dat moet ik nog doen. En voor de rest, ja, ik blijf vandaag thuis. Morgen wordt het ook weer een drukke dag. Morgen komt Rebecca. Morgen komt Sandra van Cirolo. En morgen is het Juttersmarkt. Dus ik hoop dat het morgen knap weer is. Ja, want dan kijk ik even over de Juttersmarkt. Het is al niet meer zo als het vroeger was, want er stond echt de Beatrixstraat vol, de Spoorstraat stond vol, de Keizerstraat stond vol, er stond nog een ander stukje straat, daar zaten kinderen met rommelspulletjes, maar dat is allemaal naar een veld toe verhuisd, dus dat is er ook nog wel. Maar qua echte markt, Juttersmarkt, dat was meer dan het nu is. Het is nou maar een aantal kraampjes in het gehad. Wel jammer, maar dan moet je bij de gemeente van Den Helder wezen. Ja, die interesseert het er niet. We hebben leeglopen van winkels en woningen. Ze willen enkel maar duurdere panden neerzetten, etcetera. Er wordt hier ook torengebouw neergezet waar het kanonnenpleintje was. Daar hadden we vroeger een kanon staan, die weliswaar niet meer deed, maar gewoon voor de sier. Met bankjes omheen voor de oude mannetjes die er zaten. En ja, dat was echt het kanonnenpleintje, zo heette dat ook. Maar er wordt nou ik weet niet hoe hoog die komt, maar er wordt een toren gebouwd. Onderin komt geloof ik een restaurant en daarboven komen appartementen. Ik wil niet zo hoog wonen. Nee hoor, echt niet. Dan heb je zoveel kubieke lucht om je heen. Maar waar is je tuintje? Waar is je deur om gewoon naar buiten te kunnen stappen? Is er dan niet meer. Hoeft voor mij niet. Nee, laat mij maar lekker hier wonen waar ik nou woon. Ideaal. Lekker per. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik heb weer genoeg gehouden hoor. Dat ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer laat. Of tenminste, voor de ene wel, voor de andere niet. Het is 1:53, bijna 2 uur in de nacht. Dat ik ga weer lekker naar Pietje Veren, Lakenstraat, nummertje kussensloop.
Ja. Vrolijk, die is net buiten geweest, dus die heeft de kat nog op. We gaan lekker naar boven, lekker naar Dromenland. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.